Iemand heeft mijn knipperlichtglaasje eraf gebroken. Waarschijnlijk omdat ik een beetje ruim geparkeerd stond. Ik heb een nieuwe. En ik heb van Daan en Christina heb ik een hele mooie nieuwe tang gekregen voor mijn verjaardag. Ga ik nu pakken. Kijk wel een mooie tang. Zo indrukken. Kun je zo vastzetten. En dit is een rechte bek. Dat zegt Daan dat dat heel vet is. Dat hij inderdaad niet schuin wegloopt. Kun je echt goed bouten mee pakken. Mooi hè? Kijk, ik gebruik de nieuwe tang. Yay! Wat hè? Daar heb je geen tools meer nodig, joh. Je hebt alleen nog maar deze tang nodig. Een piemeltje. Nou, kijk, daar heb je dan een goede tang. Daar heb je niet eens wat aan een sleutel. Gewoon deze tang hebben. Ze zijn een beetje weird. Ik denk dat ik dat eraf ga halen. Een beetje weird. Zo'n tang moet je aan. Het is niet echt een schroef of een bout. Of... dopje er niet op zit, dan houdt hij niks vast. De schroef in draaien of niet? Jongen, jongen. Nog een schroef in draaien hoor. Kijk. Nu heb ik dat dopje eraf gehaald. En dan valt hij er gewoon doorheen. Ja, er doorheen. En met dit dopje erop. Dan valt hij er niet doorheen. Maar dan kan je ook nergens vastpakken om hem te draaien. Dus doe er gewoon een schroef in. Ja, die ene die je nodig hebt is altijd net op. Echt 25, 22. Oh, ja, deze ga ik doen. Oh, maar die vallen er misschien wel ook doorheen omdat ze een kleine kop hebben. Aha. Moet ik met een ringetje werken? Of ik kan ook met een iets langere schroef werken. Die blijft er wel in zitten. Ja, ik kan even kijken hoe dat gaat. En anders een ringetje. Ik heb allebei de opties mee. Die twee of deze met een ringetje. Of een dikke kop. Oh, ik had natuurlijk een schroef met een dunne kop. Ik moet een schroef met een dikke kop. Kijk. Dus deze schroef is net zo lang. Maar heeft een dikke kop, ja. Oh, kijk hem dan hangen. Torx heb ik. Dik op. Let's do it. Zo, vast is vast. Kan de motorkap nog dicht? Mooi man. Ja, ja, ja. Dat is mooi. Ook weer gefixt. Even kijken of het iets doet.
Didi. Nu ineens niet meer. Wat een onzin. Wat? Hij deed het nog. Rustig, rustig. Ja, wat dan? Is er niks veranderd? Ja, you better do it. Het is gewoon om mij een beetje te testen. Want als hij namelijk zo snel knippert, zoals hij eerder deed. Zo tik, 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 tik. Dat betekent dat er één lampje niet meegaat. En dan gaat hij snel knipperen. Kijk. Mooi toch? Gefixt. Gefixt. Nu bij Daan knutselen is zo'n feest. Hij heeft zo'n mooie spullen. Deze misschien. Ja hoor. Honden worden helemaal gek. Ja, daar komt hij zo. Woe. Wat een geluid, hè? Ik dacht de film zwaar was. Dus doe ik hem uit. Blijf gewoon lopen. Sleutel eruit. Nou, lekker dan. Choke uit. En dan slaat hij gewoon af omdat hij niet warm genoeg is. That's a problem.